Goedenavond allemaal. Mijn naam is Kitty Jurrius. Ik ben lector klantenperspectief in ondersteuning en zorg. Dat doe ik bij Windesheim, de vestiging in Almere. En sinds 2014 doe ik onderzoek in deze provincie. En dat onderzoek dat gaat eigenlijk vooral over het perspectief van zorggebruikers, burgers ten opzichte van de zorg. Dus wij hebben heel veel gesprekken met mensen die zorg gebruiken. En het lectoraat richt zich op klantenperspectief. Dus dat betekent dat we ook heel veel doen in inspraak en zeggenschap in het zorgverleningstraject. En een van de verbazingen die ons eigenlijk is opgevallen in de afgelopen jaren is dat we wel met de zorgorganisaties heel erg bezig zijn met het realiseren van die inspraak in de zorg. En ook op organisatieniveau met cliëntenraden. Maar dat we ons eigenlijk moeten gaan afvragen hoe zit het eigenlijk met die inspraak van die zorggebruiker op de macrokeuzes die wij met elkaar maken op zorggebied. En dan gebeurt er in deze regio toch wel iets heel opvallends en zorgelijks, namelijk dat een deel van de bevolking die weg niet vindt en die stemt dus niet. Dat zien we ook bij de afgelopen verkiezingen. We hebben gewoon een lage opkomstpercentage en dat betekent dat een deel van de bevolking niet goed door die politieke partijen gerepresenteerd wordt, omdat de keuze eigenlijk niet wordt uitgebracht. En dan is een zorg die we dan tegenkomen vanuit ons lectoraat van goh, wie zijn nou eigenlijk die mensen die niet gaan stemmen? En dat weten we door onderzoek vanuit de SCP. We weten het ook een beetje vanuit het eigen onderzoek. Dat zouden we nog wel eens nog beter kunnen onderzoeken. Wie stemt er eigenlijk niet? Maar dat zijn misschien ook wel juist weer die mensen die net iets meer die zorgvraag hebben en die zorg gebruiken. En laten we nou net aan de vooravond staan van een heleboel belangrijke keuzes die we in deze samenleving moeten maken op het gebied van zorg. We weten allemaal, zorgprofessionals komen we tekort. We moeten nadenken over hoe we het allemaal anders organiseren. Veel meer kosten gaan beperken omdat we ons zorgen maken over een grote beroepen op de zorg. En dat betekent dat we een heleboel macrokeuzes gaan maken. En dat gaan de politieke partijen, als het goed is, doen. En die moeten eigenlijk representeren de zorggebruikers. En daar zit dus iets heel zorgelijks, want die zitten nu niet in die representativiteit. Nou, daar moeten een aantal dingen voor gebeuren. En dat is volgens mij ten eerste veel beter informeren en veel meer keuze maken over de informatievoorziening en over de taal waarin je dat doet. Ook nadenken over hoe bereik je groepen die niet vanzelfsprekend één vandaag kijken of de krant lezen of daar op andere manieren hun informatie verzamelen. We hebben echt een opgave in andere informatievormen vinden en daar mensen mee bereiken die nu niet bereikt worden. We hebben een tweede opgave, dat is het vertrouwen dat mensen hebben in de politieke instituties en de overheidsinstanties in dit land. Als we mensen vragen om te stemmen en vertrouwen te hebben in de beslissingen die worden genomen, dan hebben we een opgave. Democratie gaat niet vanzelf. Mensen gaan niet gewoon stemmen. Daar moet je heel veel voor doen, heel hard voor werken. Al vanaf het begin dat kinderen geboren worden, op school zitten, later vertrouwen krijgen in instituties als overheden en politieke partijen. En als laatste andere vormen van democratie. En dat is misschien net iets anders dan mijn voorganger zei, van gaat dat wat opleveren? Misschien hebben we gewoon nog niet genoeg gezocht. Dus als die andere vormen ook niet werken, dan moeten we nog beter zoeken. Want het kan toch niet zo zijn dat er een deel van een bevolking die kansen niet geven om die inspraak te hebben en zich niet gerepresenteerd te vinden. Dus we staan volgens mij voor grote opgaves. En daar wou ik maar even bij laten.